Dan een gewelddadige overval eind februari op juwelier goudaankoop in West. Een omstander filmt hoe de drie daders na de overval vluchten op een scooter. En er zijn nu nieuwe beelden waarop de verdachten te zien zijn. Kan iemand bellen? Deze beelden zijn gemaakt door een omstander op 28 februari. De drie mannen die erop te zien zijn, hebben dan net een overval gepleegd op de juwelier op het Osdorpplein. Ze hebben met een grote hamer de etalageruit kapot geslagen. En als de etalage leeggeroofd is, vluchten ze met een scooter richting het stadsdeelkantoor via de Don Bosco-straat en de Van Zuchtelen van de Harenstraat. Vervolgens zetten ze de scooter in een gang met kelderboxen aan de Martini van Geffenstraat. Volgens getuigen heeft een vrouw met een gekleurde hoofddoek de deur voor ze geopend. Of zij ook bij de daders hoort, is nog niet duidelijk. De politie heeft nu nieuwe beelden vrijgegeven waarop de mannen te zien zijn. Het is dan ongeveer een uur voor de overval. Opvallend is dat er op de beelden een vierde man te zien is die mogelijk ook lid is van de groep. En waarschijnlijk zijn de daders hier op verkenning. Ja. Dat zijn duidelijke beelden. Kijken we zo nog een keer na. Eerst even terug naar die kelderbox, of in ieder geval de gang. Daar zijn jullie terug geweest. Wat hebben jullie daar aangetroffen? Ja, we hebben heel veel gehad aan getuigenverklaringen. Het is al fantastisch dat die meneer natuurlijk die beelden voor ons maakt. Uiteindelijk komen we er via getuigen dus achter dat die scooter is geplaatst in een boxgang. Dus niet zozeer in een kelderbox, maar in de gang van waar kelderboxen op uitkomen. Die hebben we daar aangetroffen, zelfs nog een deel van de buit. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we hebben ook begrepen van een getuige dat de deur van die boxgang is opengedaan door een vrouw met een gekleurde hoofddoek. Nou weten we natuurlijk niet of zij mededader is van deze overval daarmee. Of dat zij gewoon uit beleefdheid die deur heeft opengedaan voor die jongens. Dus wij willen heel graag weten wie dat is. Ja, en jullie zijn natuurlijk ook op zoek naar de daders. Weten jullie iets van hen? Ja, we hebben in ieder geval, en dat is echt goed recherchewerk geweest, beelden veilig kunnen stellen die gemaakt zijn voorafgaand aan de overval. Nou, die zien we dus hier. We gaan ervan uit dat deze jonge mannen verantwoordelijk zijn voor die overval die is gepleegd. Nou, opvallend is die middelste knaap natuurlijk. Die heeft een grote pleister op zijn hoofd. Wij willen natuurlijk heel graag weten dat als mensen weten wie dit zijn, dat ze natuurlijk naam en adres alsjeblieft aan ons geven, zodat we ze snel van hun bed kunnen halen. Nou, nog één keer telefoonnummer dan, waarop dat kan. Alle informatie die mensen voor ons hebben mag altijd gemeld worden via de opsporingstiplijn 0800 60 70. Willen mensen dat liever anoniem doen, mag 0800 7000 gebeld worden.